Hey, wordt tijd voor een gasmeter. Gasmeter? Ja, en dan kreeg ik altijd niet over van die Nuon of weet je, club, dat je gasstand moet doorgeven. Dat heeft iedereen nu. Ja, dat hoeft straks helemaal niet meer. Nee. Want we gaan natuurlijk heerlijk van het gas af. Precies, dit is dan de laatste keer. Zo'n soort historisch moment wordt dit. Moet je eens even kijken naar die flat. Dit is een 50er jaren flat. Nou sprak ik laatst hebben met... Hebben we er veel van, hè? Hebben we er veel van in Rijswijk? Ja, niet alleen in Rijswijk, maar gewoon in heel Nederland. Ja, klopt. Als je dit van het gas wil afhalen, dan moet er een hele gevel voor de oorspronkelijke gevel. Niet alleen dat, het hele dak moet eraf. Serieus? Nieuw dak, ja, absoluut. Want het is namelijk een enkele muur. Dus ja. En verder, de hele verwarmingsinstallatie moet eruit. Je moet je voorstellen... Een warmtepomp die werkt op lage temperatuur. Dat betekent dus al de radiatoren ook allemaal eruit vervangen. Ja. Er moet vloerverwarming in. Nou, sprak ik laatst met een directeur van Rijswijk Wonen. En wat zei hij? Het kost totaal 100.000 euro per flatje om het van het gas af te halen. Dat kost dat het flatje gewoon bij wijze van spreken om te kopen. Nou, iets meer, maar het is niet in verhouding. Plus, er staat ook nog een keer vaak hypotheek op. Ja. Dus, je hebt schulden. Je moet gaan verbouwen voor een godsvermogen, onbetaalbaar. En een hypotheek kan je niet krijgen. Hypotheek kan je, nee. Want die kan je niet even verhogen, dat gaat niet. Nee, en zeker niet voor dit. Maar om het nou nog leuker te maken... Wat doen we? Rutte die beslist, samen met het kabinet, we gaan verhuurders mogen nog maar 1% op de inflatie aan huurverhogingen doen. Nou, lijkt me hartstikke leuk als je voor een ton moet gaan verbouwen. Hoe? Dat is heel mooi. Hoe ga je dat doen dan? Ja. Ja. En dan nog iets, de belastingen voor verhuurders worden sowieso verhoogd. Box 3 is al een drama, maar weet je hoe de Tweede Kamer particuliere verhuurders noemt? Huisjesmelkers. Juist. Nou, fijn. Wij zijn dus huisjes. Maar dat is het hele ding, hè? Dat hele frame is dat mensen die verhuren zijn slecht. En die moeten gepakt worden. En die moeten betalen. Want die hebben geld genoeg, want die hebben woningen om te verhuren. En dat is het hele gedachte. Maar wat hebben we? Hebben we woningen of hebben we... Stenen. Nou, kan je daarmee afrekenen bij de visboer? Het is mij nog nooit gelukt. Nee. Ik heb wel eens vroeger ooit als kind tiener nog het ene door een raam gegooid, maar... Flauw grapje. Maar het is dus onzinnig. Nee, maar dat is dus wel het hele ding, hè? Dat je uiteindelijk wordt gezien als een rijke die het makkelijk kan betalen. Terwijl de realiteit is totaal anders. En betekent dat je feitelijk een waardevermindering van minimaal 50% van je ponden hebt. Van het gas afwerkt niet. Maar dan moet je eens nadenken, hoe zit dat met woningbouwcorporaties? Die kunnen gelukkig zomaar blind lenen. Ja. Die krijgen maar geld van de overheid. Die kunnen verbouwen tot z'n onsweg. Maar die vinden dit in principe ook onzin. Die willen dit ook niet. Maar wie gaan daar uiteindelijk voor betalen? Wat denk je van de huurders? De huurders? Die daar zitten in zo'n sociale woningflat. Ja. Dus help je hier de mensen mee die het slecht hebben? Nee. Straks gaan we even naar een ander gebied. En dan gaan we een herenhuis laten zien. En dan gaan we eens daarover vertellen. Over wat dat kost om van het gas af te halen. Ja, wat ik me ook ineens realiseer is dat we hebben natuurlijk te weinig woningen. Zeggen we allemaal. Want er is woningnood. Dat is een probleem. Dus we hebben baat bij dat er veel woningen beschikbaar zijn. Ja. Nu worden er regels bedacht. Waardoor het verhuren van een woning eigenlijk niet meer interessant is. Want je moet eerst voor een ton verbouwen en je mag maar een bepaald maximum huur vragen en die mag je ook nog maar een heel klein beetje verhogen ieder jaar. Kortom, gaan die woningen dan vandaan komen? Hoe wil je met stikstofregels überhaupt gaan bouwen? Nieuw bouwen kan niet, bestaande verhuur is niet meer interessant. Dus, wat gaan we doen uit milieuoverwegingen voor 0,0000,0, niks aan baat aan milieu? Gaat Nederland als enige land in de wereld van het gas af, waarin andere landen om ons heen juist aan het gas gaan, omdat dat milieuvriendelijk is? Kost allemaal een godsvermogen en dan zeggen ze ook, maar je krijgt subsidie. Subsidie betekent dat eerst geld vanuit belasting vanuit je eigen zak gestolen wordt, om het je weer terug te geven. Zeggen ze, kijk eens, wij helpen precies, jou. Precies. Maar goed, wij gaan zo naar een ander gebouw en dan laten we eens even zien wat dat kost om van het gas af te halen. Ja, we hadden het net al eventjes over,
over van het gas afgaan. Nou, ja. Een 50er jaren flat, een ton ongeveer. Per flat. Daar zitten we in een hele andere wijk met hele andere woningen. Moet je eens even kijken. Ja. Prachtige woningen. Nog heel vaak mooie originele hout bij de ramen. Sommige dubbelglas, maar nog niet allemaal. Ik sprak laatst met een arts, die woont in een van deze panden. Ik zei, joh, wat ga jij nou doen als je van het gas af moet? Hij zegt, nou, ik ga eerst dood. Dat lijkt me het handigste. Ik ga gewoon eerst dood. Ja. Waarom? Ik kan het niet betalen. Ja. En dan zeg maar wat ik nou jammer vind. Hij zegt, hierin zit het geld voor mijn kinderen. Ja. Ja, en als ik dat moet doen, de overwaarde van dat pand is in één keer weg. Sterker nog, ik zit met zo'n pand in één keer in de min. Want... Ja. Dit gaat vanaf 3 ton, vanaf 3 ton, om van het gas af te halen. En de kans dat het dan ook lukt, en dat je, nou, die is eigenlijk vrij klein, want er staat dus een grote bromton in je achtertuin. Zo'n aardwarmte ding, toch? Ja, zo'n warmtepomp. Ja. Weet je wat er gebeurt? Je staat straks in je slaapkamer alsnog met zo'n gaskacheltje. Nee, met een elektrisch kacheltje. Of dit krijg je niet verwarmd, dit krijg je niet van het gas af. En maar hoe kan dat op 3 ton zijn dan? Dat is toch een hoop geld? Ja, maar ga maar nadenken. Alle ramen moeten eruit. Er moet 3 dubbel glas in. Al je vloeren moeten eruit. Ja, want er moet vloerverwarming in. Al die oude vloeren. En dan ga jij weer even je mooie houten visgraat, eikenhouten vloer neerleggen. Ja, zo dus. Nou, goed idee, zou ik zeggen. Goed hè, idee dat van het gas afgaat. Nou ja, ik dacht wel dat er goed over nagedacht was. Ja. Nou vraag ik me dus af, en even serieus, wil ik weet niet of je daar tegenaan kijkt. We hebben wel meer van dit soort idiote dingen. Er zitten mensen die zitten aan klimaattafels. Onder een VVD'er, Ed Nijpels, kan je je voorstellen. Ja, ja. En die man die doet alsof hij verstand van zaken heeft. En die zit met mensen aan tafels. Die doen alsof ze verstand van zaken hebben. Ja. Die komen met een plan waarvan jij, ik, hij, die meneer die daar bladeren staat te haken, op een bierveeltje konden uitrekenen dat dit niet kon. Ja. Ja. En dan een jaar later, of meer dan een jaar later, komen er mensen die zeggen, nou, we hebben het nog eens uit laten rekenen door een professioneel bureau. En die zeggen, nou, dat wordt best wel lastig. Ja. Zeg ik, joh, dat zei mijn bierveeltje ook al. Ja, maar dat is het ding, hè? Het is puntenscore. Die mannen willen punten scoren. Bij wie die dan? Willen bij elkaar. Want die zitten in een cirkel en die willen omhoog. Dus die geven adviezen die mensen graag willen horen. Zodat je met elkaar steeds verder elkaar leuke banen kan toeschrijven. Want zo werkt het. Ja. En de haalbaarheid is helemaal geen issue. Het is juist handig om pas later te ontdekken dat het niet haalbaar is. Dan is dat ook iemand anders schuld. En ondertussen gaan die mensen steeds verder omhoog op de ladder van de politiek en de ambtenarij. En zo werkt het. En daarvoor zijn wij dus allemaal de sjaak. Want uiteindelijk, zelfs al gaat het niet door, stress. Iedereen heeft stress. Mensen zitten te rekenen. Mensen weten niet meer hoe ze het moeten doen. Die denken, ja, maar wat gebeurt er straks? Maar waarom moeten we eigenlijk van het gas af? Nog één, verbouwingen. Stel, jij moet iets verbouwen of je moet je ketel vervangen. Heb je een probleem? Wat ga je doen? Ga je dat weer op de oude manier doen of niet? En hoe moet dat dan? En wie gaat dat betalen? En mensen komen ontzettend een moeilijke situatie door dit soort idiote ideeën zonder onderbouwing. Maar Willem, waarom moeten we van het gas af? We moeten ook niet van het gas af. Nee. En de LP wil ook niet dat we van het gas af gaan. Maar wat was de eerste? De aanleiding was Groningen. Groningen, ja, precies. Maar prima, we hebben helemaal geen gas uit Groningen. Maar dat is dus ook grappig, hè? Eerst trekken we Groningen helemaal leeg. Ja. Ten koste van een heel aantal mensen daar die echt zwaar gedupeerd zijn. Ah, dat was allemaal niet waar. En nu ineens gaan we, in plaats van dat we dat gaan herstellen en op een andere manier, gaan we heel Nederland aan de bedelstaf helpen. Want nu gaan we alle andere mensen ook naaien, om het maar gewoon zo te zeggen. Ja. En of we even 1 ton, 2 ton, 3 ton willen uitgeven om mee te doen aan het speeltje van de mensen die het gas afbrachten. En laten we wel wijzen, wat wij deden met ons hoogcalorisch, of weet ik veel, met ons gas uit Groningen, dat ging op linea recta naar het buitenland. En wij importeerden veel slechter gas weer terug naar Nederland. En dat kwam in onze overtjes terecht. Maar wij kunnen al ons gas wat wij nodig hebben, kunnen wij zonder enig probleem importeren voor een fractie van de kosten die wij kwijt zouden zijn om bijvoorbeeld gas. Ja, maar dan zegt Rob Jetten en zegt, maar dan komt het van dat enge Rusland. Zei die letterlijk, hè, in de Tweede Kamer, van dat enge Rusland. Ik kan er niks aan doen dat Rob Jetten Rusland eng vindt. Ik vind Rusland niet eng. Ik vind sowieso per definitie landen niet eng. Nee. En ik denk dat je beter een goede handelsrelatie met een club kan hebben dan volledig gepolariseerd elkaar eng kunt gaan zitten. Juist, sir. En dan even ter afsluiting. Moet je kijken.
Weet je hoe laat het is? Ja. Weet je, het is absoluut tijd om dit idiote gasbesluit heel snel terug te draaien. En Nederland blijft aan het gas. Ja. Oh, wacht, dat klinkt een beetje raar. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Nou, precies. Terugdraaien dat gasbesluit.